Welkom bij Tanzania, een quiz over Tanzania, een land in Afrika. Ik ben Anne en dat daar is Sean. En vandaag stellen wij de vragen en proberen jullie het juiste antwoord te vinden. Nu vraag je je waarschijnlijk af waarom Sean in die zandloper zit. Wel, Sean die moet even in quarantaine, want hij heeft last van Tanzania en daar schijnt hij wel een heel erg besmettelijke ziekte. Helemaal geen besmettelijke ziekte, ik ben gewoon gek van Tanzania. Kom je dan halen? Eén voorwaarde, dan moet Sean voor mij naar voren neerrijden met de fiets en dit glas melk laten vullen. Voor we met de quiz beginnen, volgen we eerst de Bella de Koe naar Tanzania. Bella is stevig in een Tanzaniaanse melkemmer gedoken. Laten we even rondkijken in Tanzania. Tanzania is een land in Oost-Afrika. Zoals in de meest Afrikaanse landen is landbouw in Tanzania de belangrijkste economische sector. De Tanzaniaanse boeren en boerinnen kweken gewassen voor eigen gebruik en om te verkopen. Maar jammer genoeg krijgen ze dikwijls weinig geld voor die gewassen en daardoor blijven de meeste mensen in Tanzania arm. Ze kunnen daardoor ook niet investeren in hun landbouw en werken met heel eenvoudige handwerktuigen, zoals dit mes bijvoorbeeld. Er is ook heel weinig geld over om kleren te kopen, huizen te bouwen en te onderhouden, een dokter te betalen of tandpasta, een schooluniform of schoolgrief te kopen. Vredeseilanden helpt mee om die vicieuze cirkel te doorbreken. Melk is voor veel Tanzaniaanse boeren erg belangrijk, vooral voor de boeren die in de bergen wonen, zoals dus in Ronga, een dorp op de flanken van de Kilimanjaro. My name is Helen Osiri. Mm-hmm. I am a manager of the project of Ronga Women Dairy Cooperative Society. So in 1988, women decided to be together to start the cooperative to solve the problem, how can they sell the milk? We started with 75 members, all are women, but currently we are 352 members. The aim to have this cooperative is to make sure to get market, to get good standard of living, also to increase our income in our household. To make sure our children go to school. There is a lot of importance of this project. Lot. Suppose you say that you have to crash this project in this village. It means that you cut off the legs of the women and the men in this village. Traditionally, milk is belongs to the women, and the cow it belongs to the men. Women produce the milk, women feed the cow, women milking the cow, women take the milk to the cooperative to sell that. When they come to the cooperative to collect the money, they come back to their family and decide what the money can do at that time. So others decide to buy another cow, to buy another plot, to buy another, and even dress for the children, or anything they decide to do. It's upon to them.
So that's why I say the milk is empower the women in this village. Now the women have contribution to the house, so they respected more to compare before we start the cooperative. Door een product te verkopen nadat je het zelf eerst hebt bewerkt, kan je natuurlijk meer waarde creëren en zo weer meer verdienen. Maar hebben de melkboeren in Tanzania dat wel goed begrepen? De geperste kaasblokken liggen te rijpen in de rijpkamer. Door arbeid en tijd creëren ze zo een product met meer waarde. Nu nog netjes verpakken en labelen en de kaas kan naar de klant. Naast kaas maken ze ook boter, zo kunnen ze aan dezelfde klanten meerdere producten aanbieden, productdiversiteit dus. De melkboeren in het melkdorp Nronga bieden verschillende soorten melkproducten aan. Is de verkoop succesvol? We volgen enkele liters melk van de melkoperatie naar de verkoop in de winkel. Om de melk in de stad te kunnen verkopen, verwarmen ze de melk eerst een half uurtje tot 68 graden en zo kan je die melk dan weer langer bewaren en gezond houden. Daarna gaat de melk in een nette verpakking. Deze zakjes zijn typisch voor de verpakking van de lokale melk. Op naar de stad met de mooie en gekoelde zakjes melk. Buurtwinkels in de stad verkopen de melkzakjes uit het melkdorp Nronga en zoals het hoort zit de melk in de koelkast. Kiest elke klant die hier koopt melk uit Nronga? Maar nee, de melk uit Nronga heeft concurrentie. Er is ook poedermelk bijvoorbeeld, verpakt in mooie hersluitbare blikken trommels. Bewaren kan dan zonder koelkast. Komt deze melk uit Tanzania, een ander Afrikaans land of uit Europa? Yes, there is milk from imported from Europe. That's the big challenge also. I said all the milk which come outside our country is a big challenge. In any way, even in our neighbor country, even in Kenya, is a big challenge. Because in Kenya, they more advanced to compare the factory in our country. Ja, het lijkt vreemd bellen in een Tanzaniaanse melkemmer, maar het is de werkelijkheid, want de melk uit vele landen concurreert met de Tanzaniaanse melk. Ja, dit noemt men wereldhandel. Producenten over de gehele wereld concurreren zo met elkaar, maar wat kan je daartegen beginnen als lokale melkboer? De melkboeren uit Nronga kunnen niet op betogingen als deze in Korea meestappen. Ze hebben geen pasklaar antwoord om op te boksen tegen de lage melkprijzen van Europa en andere delen van de wereld, maar de Tanzaniaanse melkboeren blijven niet bij de pakken zitten. Ze promoten en verkopen hun afgewerkte producten op beurzen zoals deze in de dichtstbijzijnde grotere stad. Op de beurs staan boeren met afgewerkte producten als mangopikkels en confituur. De vrouwen van de zuivelcoöperatie van het melkdorp Nronga verkopen er yoghurt, kaas en boter. Ook de minister van Landbouw is op de beurs. Hij moedigt de boeren dan weer aan kwaliteit te leveren. Dat laatste hebben de boeren in Nronga goed begrepen. Zij gaan ervoor. Our motto, Nronga never back. Every day we want to go to raise up. That is our big motto. Ook wij hier in België kunnen iets doen. En Sean die tekent alvast de petitie die onze beleidsmakers moet wakker schudden. Prijs. Om meer te weten en mee te praten hebben we nog een korte quiz over Tanzania en die verloopt heel erg eenvoudig. Jullie proberen het juiste antwoord te kiezen. Terwijl je kiest, druk je begeleider de DVD op pauze en daarna kan je terug op start drukken eens je het juiste antwoord gekozen hebt. En dan komt Sean tevoorschijn om jou het juiste antwoord te geven. Succes op je missie. Dankjewel. Voilà. En ik hoop dat je je les goed geleerd hebt, want je gaat die antwoorden moeten geven, hè, bij Boerené. Tot straks!